Autoloze zondag lijkt me helemaal niks. Ik heb één keer één meegemaakt onder kabinet Den Uyl. En ja, als ik nou achteraf kijk wat dat voor succes heeft gehad, dan vind ik dat heel minimaal. Ik weet niet of dat nou zo helpt. Maar goed, er zijn ook mensen die er wel blij mee zijn. Ja, ja, dat snap ik. Nou, dan gaan die toch lekker niet rijden. Maar goed, dat is nou juist niet het idee. Hè? Zij willen natuurlijk dat er helemaal geen auto dan op straat meer rijdt. Ja, 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 ja. Nou, dat krijg je dan niet voor elkaar. Het is wel vaak gezellig dan als er geen auto's op straat rijden. Want kinderen kunnen dan op straat spelen. Ja. Maar ik zie het niet als een goed effect. Maar waarom dan niet? Want ik bedoel, je kunt toch... een jaar heeft 365 dagen. Er kan toch wel één dag dan zo'n autoloze zondag worden ingevoerd? Ja, maar juist in die beperking van één dag zit ook het probleem, want dat het niet zoveel om hakken heeft. En ja, dan zeg ik één dag, nee. Daar zouden we wat fundamenteler over moeten praten. En dan moeten kijken of we misschien het niet wat anders doen.